Zij heeft recht op die zetel als zij zo meteen gekozen wordt. En stel je voor dat zij een symbool wordt van al die mensen die vinden dat zij gelijk heeft. Dan kan het ook zijn dat ze nog heel veel voorkeurstemmen heeft. Die heeft ze vorig jaar ook gehad. En dat zij dan zegt, ja, ik heb nu zoveel voorkeurstemmen, ik moet er wel in gaan zitten. Nou, dan heeft Frans Timmermans al een probleem. Want als hij dan nipt net zo groot wordt als de VVD, is hij gelijk een zetel kwijt. Dus ik denk juist dat het heel erg fout gegaan is. Iemand die op de lijst staat, waar net heel goed over nagedacht is, die verlaat de partij na het congres. En dat Joodse scholen gesloten worden in Nederland, omdat we bang zijn dat er anders iets verkeerd gaat. En de leiders die staan niet op en zeggen, wij gaan er nu voor staan en hier trekken wij een grens. En als jij het niet eens bent met onze fundamentele kernwaarden van vrijheid of en noem maar op, dan ga je misschien maar elders je heil zoeken. Maar dat wordt niet gezegd. Stem 22 november. GroenLinks PvdA. Puur vakmatig is dit precies wat je niet moet doen. Ik zou dit hebben afgekeurd. Maar ik denk te weten hoe zo'n proces gaat. En dan denk je hebt alleen maar medelijden met mensen die dit hebben moeten maken. Ja. Fluistercampagne, foldertekst, framing, spindokters, poppetjes, politieke spelletjes. Niets is zo ondoorzichtig als een verkiezingscampagne. Maar wat zie je als je door de campagne heen kijkt? Als je de folderteksten afpelt en naar de kern gaat? Wat zou je als kiezer echt moeten weten om je stem te kunnen bepalen? Marianne Zwageman en Ton F. van Dijk helpen je op weg naar de verkiezingen. We kijken ver weg van het Binnenhof, dwars door de campagne heen. Ton, de derde editie alweer van Dwars door de campagne. Ja, en we gaan als een speer. Hè? Hoe heb jij naar dit weekend gekeken? Ik heb een beetje een Frans Timmermans overload inmiddels. Ik moet straks even heel heet douchen om dat af te spoelen. Hoe heb jij dat ervaren? Het was zeker het weekend van Frans Timmermans. Het begon vrijdag al met het grote interview in NRC Handelsblad. NRC, moet ik tegenwoordig zeggen. Van het weekend gisteren natuurlijk het grote congres, waar enorm veel eenheid moest worden uitgestraald en waar Frans Timmermans echt als leider van de partij werd gepresenteerd. En vandaag zat Frans Timmermans bij Buitenhof. Ja. Voor de weldenkende mensen onder ons een belangrijke plek om je verhaal te kunnen vertellen. Dus ja, het was het weekend van Frans Timmermans. Je ontkwam er niet aan. Is hij de nieuwe Kaag? Is hij de nieuwe lieveling van het Mediapark? Dat weet ik niet. Ja, ik vind sowieso dat hele frame van Kaag als lieveling van het Mediapark. Ja, ik weet niet of dat helemaal klopt per se. Kijk, Buitenhof. Kijk, we hebben een pluriform omroepbestel waarin mensen met een bepaalde visie een omroep mogen exploiteren. En als hij dus vandaag bij de VPRO zit, ja, dan kan je verwachten dat ook die visie een beetje representeert. En net zo goed als bij WNL, Dylan Jesilgus de huisgast is. Ja, zou het best kunnen dat Frans Timmermans wat vaker bij Buitenhof terechtkomt. Dat kan ik niet helemaal goed beoordelen. Maar of er echt in de breedte een soort idee achter zit van we moeten die politicus verder helpen, dat geloof ik weer niet. Had je dat gevoel bij Kaag wel? Want je zegt dat frame, dat had jij niet. Nee, wel. Kijk, natuurlijk, die documentaire was natuurlijk wel gemaakt vanuit mensen die vonden dat zij wel een hele goede kandidaat was om Nederland te gaan leiden. Ja. Maar dat is niet beleid bij de publieke omroep als geheel. Hoewel veel van mensen dat misschien wel denken. Ja, precies. Wat vond jij van dat NRC-interview? Ja, ik vond het een heel interessant interview. Omdat hij eigenlijk iets van zichzelf liet zien. Wat ook een beetje verklaart hoe ik naar hem kijk. Of in ieder geval wat ik bij hem opmerk. En het is natuurlijk een hele theatrale man. Die heel graag op de voorgrond treedt en zijn mening geeft. En dingen uitlegt. En in dat interview liet hij eigenlijk een beetje zien wie die is en waarom dat dus ook zo overkomt. En wat ik eerst interessant vond was dat hij aangaf dat hij heel erg leidt onder de kritiek van de Telegraaf. Dus de Telegraaf is niet echt heel positief over Frans Timmermans. Nou ja, wat jij net zegt, de publieke omroep is hij daar graag gezien een gast. Nou, bij de Telegraaf is hij dat in ieder geval niet. Nee, die hebben die wachtgeldaffaire natuurlijk lekker opgeblazen. Dat zal hij niet zo leuk vinden. Nee, maar ook als je gisteren naar alle berichtgeving over het congres keek, dan zag je ook duidelijk dat de Telegraaf negatiever was. Dus die focuste veel meer op het boelgeroep wat er was. Misschien af en toe, terwijl andere kranten veel meer aangaven van het was een soort Frans Timmermans show om het even te chargeren. Maar ik vond het zo interessant dat hij met zijn achtergrond, we hebben het over iemand die Kamerlid is geweest, staatssecretaris, minister van Buitenlandse Zaken, vicevoorzitter van de Europese Commissie, die heeft dus last van wat de Telegraaf over hem schrijft. En dat vond ik heel interessant. Dat geeft dus aan dat hij een hele gevoelige inborst heeft. En ik was daar wel een beetje verbaasd over, want je denkt dat iemand op zo'n positie toch meer gewoon dat ziet als
als onderdeel van het spel. En niet dat het hem nog persoonlijk kan raken. Maar dat was dus niet zo. En dat gaf hij in het interview ook een paar keer heel duidelijk aan. En wat ik wel interessant vind, Marjan, want jij hebt daar gewerkt bij de Telegraaf. Is het zo dat de Telegraaf inderdaad een policy dan heeft om bijvoorbeeld zo'n Frans Timmermans een beetje naar beneden te halen? Oh, zeker. Ja. Tuurlijk. We love to hate them, hè? En dat is we hadden natuurlijk ik ben er helemaal niet meer zo aan verbonden, behalve columnist. En een column schrijf je gewoon thuis aan de keukentafel en je komt nooit op de redactie. Dus ik spreek daar ook vrijwel nooit meer iemand, omdat ik er ook al heel lang niet meer werk en ook niet meer zoveel mensen ken. Maar wij van de Telegraaf, zeg ik dan toch maar even, vinden het wel heel fijn om een vijand te hebben, hè? En dat werkt ook gewoon heel goed bij de lezers van de Telegraaf. Ik heb dat zelf. Als ik een column schrijf over Kaag, nou, nu niet meer relevant, maar voorheen, ja, dan weet je dat hij meteen gaat vliegen, hè? Schrijf iets naars over Kaag. En dat willen de lezers ook gewoon lezen. En de Telegraaf is natuurlijk nog wel steeds de enige krant, denk ik, die echt gewoon de MKB-ondernemer bereikt. Ja, die hebben toch een huivering. Ik ook, hè. Ik ook als ondernemer. Als ik die Timmermans gisteren weer hoor over, we gaan eerlijk delen en anders kom ik achter je aan of zoiets. Maar stel, jij levert nu een column in waarin je zegt dat Frans Timmermans het eigenlijk geweldig gedaan heeft en dat we hebben zitten kijken naar de toekomstige premier van Nederland. Krijg jij dan de foto van de hoofdredacteur? Oh nee, dat niet. Alleen je weet dat niemand het gaat lezen. Of er gaan allerlei mailtjes komen met, ik ben heel teleurgesteld in jou en dit en dat. Dat is gewoon niet wat de lezers van de Telegraaf willen weten. Maar die willen gewoon ook bevestigd worden in wat zij vinden. Wij vinden linkse mensen gewoon die pruimen wij heel slecht. Ik heb ook vooral naar dat congres gekeken, omdat ik dacht, hoe kan die man zo hoog in de peilingen staan? Ik begrijp dat ook gewoon vanuit mijn blik op de wereld. Denk, hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat deze man nog steeds nu in de laatste peilingen van Maurice de Hond vandaag op het tweede, derde plek, top drie in ieder geval. Hè? Het is allemaal een beetje heel dicht bij elkaar. Pieter Omtzigt, VVD en Partij van de Arbeid, de GroenLinks. Maar wat mij dan weer verbaast, is dat het jou verbaast dat het hem persoonlijk raakt. Want ja, deze man heeft toch behoorlijk wat narcistische trekjes. Daar heeft hij dan ook een soort zelfspotroutinetje nu omheen ontwikkeld. Ik vond dat hij in het interview heel eerlijk was daarover. Want hij zei letterlijk iets van, als kind vroeger toen ik leerde fietsen, toen keken mijn ouders helemaal niet hoe dat ging. Hè, dus ik moest het allemaal maar zelf doen. En daarom ben ik misschien ook heel gevoelig geworden voor kritiek, maar daarom wil ik het ook graag goed doen. En daarom ben ik misschien ook wel degene die ik ben. En dat vond ik een hele eerlijke reflectie, die je toch weinig ziet in de politiek, want hij maakt zich daar wel een klein beetje kwetsbaar mee. Ja, maar ik heb wel bij Timmermans het gevoel dat hij, omdat hij in elk publiek optreden, hij deed het gisteren ook alweer op het congres, begint hij met zelfspot. Hè? Dus dan zegt hij van, ja, er zitten hier alle Kamerleden zitten achter mij. Want ja, je moet ook iets leuks hebben om naar te kijken. Oh, ik kan veel leveren, maar dat niet. Hè? En dat is ook weer, ik vind het zo ingestudeerd dat hij nu iets van zelfspot moet laten zien. Dat zit volgens mij gewoon in de briefing of zo. Maar jij denkt wel dat het authentiek is. Misschien moeten we wel uitkijken, dus misschien niet te cynisch naar politici kijken. Ik denk als hij in zo'n interview zoiets zegt, zoiets persoonlijks. Misschien is er wel over nagedacht, maar het is toch wel heel eerlijk. En je moet het wel durven om te zeggen. Want heel veel mensen vinden het toch moeilijk om in het publiek iets te zeggen over waar ze kwetsbaar in zijn. Ja. En als zo iemand dat dan doet, ik begrijp die man nu toch iets beter. En dan kan ik het ook beter verdragen dat hij zich op een bepaalde manier gedraagt. Dus ik denk dat dat voor hem wel werkt. En ik vind het ook wel goed dat hij dat gedaan heeft. Nou, wat ik vooral heel knap gedaan vond in dat interview is, hij geeft duidelijk, hij lanceert een soort nieuw paars. Hè? Dus toen er paarse kabinetten kwamen, was vooral de verbindende factor tussen die partijen die elkaar voorheen niet konden vinden, was, in ieder geval moet het CDA gewoon niet meer regeren. Die hebben zo lang geregeerd, daar zijn we nou klaar mee. Het moet een keer zonder het CDA. Op die energie kwamen er toen paarse kabinetten. Hè? En hij probeert datzelfde te doen. En hij doet denk ik VVD veel. VVD bedoel je? Want hij nu met de VVD inderdaad. Ja. Dus er wordt hem gevraagd, u wilt dus een regering zonder de VVD? Hij zegt heel duidelijk, wij willen niet met de VVD. Het is niet dat hij ze uitsluit, maar hij zegt letterlijk, een partij die nu Mark Rutte met zoveel liefde uitzwaait en die Henk Kamp tot erelid maakt. Henk Kamp die natuurlijk eigenlijk dat hele fraude gebeuren wat tot de toeslagenaffaire heeft geleid. Nou, is daar een belangrijke factor in geweest, hè? Weten we sinds die recente parlementaire ondervraging die er net is geweest.
Hij vindt het onbestaanbaar. Hè? Hij zegt dat denk ik heel krachtig. Van jongens, het kan niet meer dat de VVD nog gaat regeren. Dat kan niet waar zijn. Nee, maar daarmee neemt hij dus een enorm risico. Want stel nou dat hij de grootste wordt. Dan zou hij in principe dus in aanmerking komen voor het leveren van de premier. Maar ja. Dan heb je misschien de VVD wel nodig om een kabinet mee te vormen. Maar die VVD die heeft de hele tijd gehoord, wij willen niet met jou, met jullie. Dus die denken dan misschien, weet je wat, als wij Frans Timmermans nou eens de pas afsnijden en een coalitie vormen met PVV, BBB en Omtzigt, dan kan Jesugos alsnog premier worden. Dus ik denk dat het een gevaarlijke strategie is om al te veel af te zetten tegen de VVD. Althans dat gevoel van we willen niet met de VVD. Je kan wel de VVD op de inhoud bestrijden, maar dat gevoel wat hij eraan bovenop legt, die emotie van we moeten niks meer met de VVD, die moeten maar eens even gewoon terug in hun hok, dat lijkt mij riskant. Ja, maar hij sluit ze niet uit. Hij zegt, ik ga er alles aan doen om ervoor te zorgen dat wij groter worden, zodat wij de regie hebben. En ja, volgens ze mij... Moet een tijdje niet gaan regeren. Dat zou veel beter zijn voor het land. Nou, dat komt natuurlijk dat bij de VVD niet echt heel fijn over. Nee, maar doet hij daarmee niet veel slimmer dan dat Mark Rutte het bij de vorige verkiezingen probeerde met die linkse wolk tot vijand maken? Dat iedereen dacht, linkse wolk, waar is er dan een linkse wolk, weet je wel? En nu maakt hij de VVD tot vijand. En dat doet hij, vind ik, best op een geloofwaardige manier. Want ik ben altijd VVD-stemmer geweest, hè, tot de vorige verkiezingen. Toen was ik al overgestapt naar BBB. Maar inderdaad, je zegt, je kan niet waar zijn dat je Henk Kamp nog erelid maakt. Weet je, dat, ik denk dat heel veel mensen dat wel voelen. En ook heel veel mensen, ook wel Mark Rutte, hoe zijn. Een tweestrijd, hè, want dat is dan waar hij misschien op koerst. Dat wel werkt als Mark Rutte er nog had gezeten. Hè, want dan kan je ergens tegen afzetten. Dat is degene die de afgelopen 12 jaar lang het land in de soep heeft laten lopen in zijn visie. Ja. Maar er zit een nieuw leiderschap, Jesilgus, die zich duidelijk ook al iets aan het distancieren is van Rutte door zich nog wat rechtser van Rutte op te stellen. Ja. Dat is ook wat de VVD verwacht op dit moment. De achterban van de VVD is een beetje klaar met het grote compromis, met name op het migratievraagstuk. Dus ja, hoe kan je je afzetten tegen ook weer een nieuwkomer bij de VVD? Dat is best wel lastig. Ja. Dus ik vind het riskant om zeg maar... Ja, die toon te hebben van ze moeten maar eens even 4 jaar weer op het reservebankje gaan plaatsnemen of zo. Want dat zou de VVD best wel kwaad bloed kunnen zetten. En je ziet eigenlijk dat de enige logische coalitie volgens de peilingen op dit moment, en peilingen zijn natuurlijk hele slechte voorspellers van de einduitslag, maar wel geven wel het sentiment op dit moment weer. Dan zie je eigenlijk dat er op rechts, de combinatie die ik net noemde, VVD, PVV, NSC en BBB, die hebben geloof ik 86 zetels. Ja. Nou ja, dat is een solide meerderheidskabinet wat je dan kan vormen. Dus ja. Wat een land krijgen we dan, Tom? Ja, weet ik niet. Hey, even naar dat congres. Hè. Wij dachten van tevoren dat het spannend zou worden vanwege het hele Israël-verhaal. Ik heb mijzelf ook aangedaan om het daardoor de hele dag te volgen. Dat kan ik echt niemand aanraden. Ik had ook al getwitterd, de enige reden dat ik dat doe is voor onze lieve kijkers en luisteraars. Dat is gewoon het werk wat wij doen. Hè. Dan hoeven die andere mensen allemaal niet te kijken. Ik vond het werkelijk niet te harde, maar het werd vooral ook helemaal niet zo spannend, hè, over het hele Israël, het Palestijnse conflict. De kou was denk ik al een beetje uit de lucht gehaald voordat het congres begon. Nou ja, kijk, zo'n congres heeft volgens mij 3 functies. 1 is gewoon om naar buiten toe eenheid uit te stralen en hier zijn we en we presenteren ons als partij en we zijn een factor. 2 is om gewoon de interne partijdemocratie te pacificeren. Dus alle tegenstand die er nog is, alle discussies in goede banen te leiden. Iedereen het gevoel te geven dat ze hebben kunnen meepraten. En het 3e is natuurlijk om Frans Timmermans te presenteren als de grote leider. Dus dat waren volgens mij de 3 doelstellingen. Ja. En, als je kijkt naar hoe die partijdemocratie loopt, ja, dat heeft wel iets gênants. Hè. Mensen mogen getimed met 40 seconden, 45 30 seconden. Zeggen, worden ze weggeklokt als het ware. Het is een beetje een rituele dans. En dan komt er uiteindelijk iemand van de partijen die zegt, ja, wij raden dit ten eerste af. En het congres neemt dan in beginsel dat advies ook vaak over. Je zag alleen bij de, en dat was wel interessant, het amendement over het Koningshuis. Ja. Er waren mensen binnen de Partij van Arbeid GroenLinks die zeiden van, ja, we moeten maar eens een republiek worden. En dat Koningshuis wordt veel te duur. En als wij al last krijgen van echtgenoten, hè, prins Bernhard, wat net naar boven is gekomen natuurlijk, waardoor het Koningshuis weer in opspraak is gekomen, ja, dan moeten we misschien maar eens af van het Koningshuis. En toen gebeurde er iets wat ze eigenlijk liever niet hadden gewild, zeker Frans Timmermans niet. Ja, toen stemde de meerderheid nipt voor het afschaffen van de monarchie in Nederland. Ja. En dus Frans Timmermans werd na afloop ook geïnterviewd door Sam Hagens van Hart van Nederland.
En daar zei hij, ja, ik heb het gezien. Ja, nou, het komt in ons verkiezingsprogramma, maar het heeft voor mij zeker geen prioriteit. En daarmee gaf hij eigenlijk aan van, ik ga er niks mee doen. Wat op zich weer problematisch is, want ja, als je nou een partij hebt en je laat leden mee het beleid bepalen, en die zeggen dan, die doen dan zo'n belangrijke uitspraak, dan zou je eigenlijk als leider moeten zeggen, ja, ik ben een democraat. Dus ja, daar ga ik wat mee doen, want mijn leden zeggen dat. Maar nee, toch dat dan uiteindelijk zo'n congres niks te vertellen heeft. En toen moest ik ook meteen denken aan die uitspraak van Henk Vredeling, vroegere minister van Defensie uit het kabinet Den Uyl. Die zei, congressen kopen geen straaljagers. Want daar was toen bij de Partij van de Arbeid een congres die zei dat ze geen straaljagers mochten kopen van het overheidsgeld. En we moeten nu dus concluderen dat congressen ook geen monarchie afschaffen in Nederland. Maar weet je, dat is als je de hele dag zo'n congres volgt, en dat doet natuurlijk bijna niemand, dan realiseer je inderdaad dat die democratie dus echt helemaal niets voorstelt. Hè? Gelukkig is nu net wel die referendumwet aangenomen door de Eerste Kamer. Dus misschien gaat er nu eens een keer iets veranderen. Die moet wel nog een rondje hebben, omdat er een grondwetwijziging is, geloof ik. Hè? Maar dan word je dus lid van een partij. We hebben het natuurlijk ook eerder bij de VVD gezien. Daar werd die motie aangenomen om dat stikstofbeleid te veranderen. Ja, vervolgens doen ze er verder gewoon helemaal niks mee. Nee, maar de partijdemocratie werkt eigenlijk alleen op het moment dat de grootste meerderheid van de leden het compleet oneens is met het beleid. Maar de Linkse Partij van de Arbeid zijn net bij acclimatie bijna gefuseerd of samengegaan. Daar is een enorme meerderheid van de leden voor. Nou, dan komt er een nieuwe leider, Frans Timmermans. En er is echt nu niemand in die partij die denkt, wij gaan het die mensen moeilijk maken. Dus als die uitstralen van, ja, dit willen wij liever niet, dan neemt de meerderheid van de leden daar genoegen mee. Maar dat is natuurlijk anders als iemand het al heel lang slecht doet. Ja, dan kan zo'n partijcongres wel degelijk heel vervelend uitpakken voor een politicus. Maar dat speelt dus op dit moment niet binnen Partij van de Arbeid GroenLinks. Nee, maar dat gaat nog over de uitkomst. Maar ook al die thema's die er dan voorbij kwamen in moties en amendementen, of het nou het afschaffen van het Koningshuis was, of toch wat gaan we met Israël doen, of met het minimumloon. Of, hè, er waren best wel serieuze onderwerpen werden daar besproken. Maar dan inderdaad, dan moeten de mensen die het voorstel verdedigen, die krijgen dan geloof ik 90 seconden. En de mensen die er wat van kunnen vinden, krijgen 30 seconden. Dat wordt heel streng getimed. Vervolgens staat er zo'n eind, komt er iemand van de programcommissie en die krijgt dan 2 minuten om te vertellen waarom het allemaal een heel slecht idee is. En als die niet binnen de 2 minuten klaar is, mag die ook nog 1 minuut doorpraten. Nou ja, maar dat vooral, hè? Want er stond dan zo'n oud Kamerlid. Maar de modepolitie had ook in moeten grijpen in hoe die niet mensen er allemaal bedoel je? Man, die vrouw die heeft een paar maatjes te veel aan de lijf hangen. Nou, daar kan ze wel of niet wat aan doen. Maar kleed je er al in hemelsnaam een beetje naar. Maar die stond met zo'n mantelpakje waar ze uitbarsten. Rood broekpak aan en een groen shirt eronder. En groene schoenen volgens mij. Dus het was rood-groen. En er stond een meneer naast, wiens naam ik vergeten ben. Maar die was ook dagvoorzitter. En die had van die Hugo Bloem schoenen aan. Nou, ik ben op een gegeven moment ook overgegaan naar luisteren. Want ik kon het niet aankijken. Maar dan worden die mensen inderdaad in 20 seconden afgekapt. En vervolgens gaat zij wel met Mariette Hamer minutenlang staan leuter over. Oh, ben jij doof? Heb jij een gehoorapparaat? Maar je bent toch net zo oud als ik? Ik zat me echt debiel te ergeren. Nee, het werd heel slecht geleid. Maar dan denk je, waarom is er niet gewoon eens even een goed inhoudelijk debat tussen twee mensen uit dezelfde partij, waar de ene zegt, ik wil de monarchie afgeschaft worden. En de ander zegt, nee, de koning is superbelangrijk. En dan leer je daar wat van en dan kun je je gedachten vormen. Ja, maar Marjan, het is niet de bedoeling dat het hele verkiezingsprogramma daar herschreven wordt. Dus het is juist zo opgezet, by design, dat wijzigingen er maar moeilijk doorheen komen natuurlijk. Ze willen niet dat daar nog echt een discussie gaat plaatsvinden. Die heeft de afgelopen maanden plaatsgevonden. Dus het congres is om het af te hameren en niet om nog eens een keer. Ja, maar waar heeft die discussie dan plaatsgevonden? Dus weet je, dan word je lid van een politieke partij, dan probeer je er wat mee te bemoeien. Maar hoe kom je er dan door? Hè? Het voelt allemaal, je voelt je zo machteloos. Nou, als lid wel denken van, oké, wij hebben nu een amendement aangenomen, een wijziging op het programma aangaande de monarchie, die wij vinden dat die moet worden afgeschaft. Dan zou ik het vervelend vinden als mijn politiek leider daarna de media te woord staat en zegt, ja, ik heb het gezien, het komt erin, maar het heeft voor mij geen prioriteit, big smile. Dat zou ik dan heel vervelend vinden, want dat heeft eigenlijk niks met die partijdemocratie te maken. Je moet dat wel serieus nemen, en anders kan je het beter niet doen. Nou ja, inderdaad, ongeacht wat je van dit onderwerp vindt, maar Timmermans staat daar gewoon op het congres. De leden stonden nog aan de bitterballen. Dus ja, veegt hij gewoon zijn kont af met zo'n aangenomen motie.
Dat kan toch? Maar in de cynische visie op politiek wordt dat juist gezien als heel erg behendig. Dus hij gaat er op een hele behendige manier mee om. En natuurlijk. Want kijk, dit is natuurlijk wel voor hem een heel groot probleem. Hè? Als hij zich achter dit amendement zou scharen en zou zeggen, ja, wij gaan nu de monarchie willen wij afgeschaft hebben, dan wordt dat een enorm verkiezingsthema. En de meerderheid van de mensen in Nederland, ook van zijn kiezers, die zitten daar helemaal niet op te wachten op die discussie. Maar wat hij natuurlijk wel heel behendig deed, en of hij dat nou eens eentje heeft gedaan, of dat die partijen dat goed hebben gedaan, is toch niet de vlam in de pan laten slaan over Israël en de Palestijnen. Wat wel had kunnen gebeuren en waar wij ook misschien als politieke junkies wel een beetje op hoopten dat er wat vuurwerk zou komen. Maar ja, het vuurwerk vond niet plaats tijdens het congres, want inderdaad, daar werd alles in goede banen geleid. Maar onmiddellijk na het congres maakte Kautar van de GroenLinks, Bucalik heet ze, geloof ik. Ja, Bucalik, die maakte het bekend dat zij de partijen verlaat of dat zij niet meer de Kamer in wil. En nu lijkt het er nog op dat zij afstand zal doen van die zetel. Maar ze staat al op de kieslijst, daar kan ze niet meer afgehaald worden. En ik denk dat er de komende weken, maanden, heel veel druk op haar uitgeoefend gaat worden vanuit bepaalde belangengroepen om toch die zetel te gaan bezetten. Dus nu heeft ze dat plan nog niet. Althans, dat begreep ik. Maar dat kan nog veranderen natuurlijk. Zij heeft recht op die zetel als zij zometeen gekozen wordt. En stel je voor dat zij een symbool wordt van al die mensen die vinden dat zij gelijk heeft, dan kan het ook zijn dat ze nog heel veel voorkeurstemmen heeft. Die heeft ze vorig jaar ook gehad. En dat zij dan zegt, ja, ik heb nu zoveel voorkeurstemmen, ik moet er wel in gaan zitten. Nou, dan heeft Frans Timmermans al een probleem. Want als hij dan nipt net zo groot wordt als de VVD, is hij gelijk een zetel kwijt. Dus ik denk juist dat het heel erg fout gegaan is. Iemand die op de lijst staat, waar net heel goed over nagedacht is, die verlaat de partij na het congres. Maar dit is wel interessant wat jij zegt, want die kieslijsten zijn al ingediend. Daar kan zij dus niet meer van af. Nee. Dus zij kan nog steeds die stemmen vergaren, maar dan zal ze ook de komende weken campagne moeten gaan voeren. Want anders. Nou, dat zouden anderen voor haar kunnen gaan doen natuurlijk. Kijk, zij is nu het symbool geworden. Zag je vandaag ook op Twitter allerlei mensen die adhesiebetuigingen aan haar uitspraken. Zij is een beetje het symbool geworden van heel goed, de leiderschap van de toekomst, dat soort dingen. Ja, dus als mensen uit de hoek van Bijeen, Partij voor de Dieren, al die mensen die dat linksere Palestina-standpunt huldigen en die vinden dat de Partij van de Arbeid en GroenLinks nu hun idealen hebben verkwanseld, met name ook uit de GroenLinks-hoek, ja, daar zou best een percentage van kunnen zeggen, nou, wij gaan op haar stemmen om dat duidelijk te maken. En als zij dan zegt, gelegitimeerd door een hele grote hoeveelheid voorkeurstemmen, ja, nu word ik toch in een moeilijk pakket gebracht. Want ja, ik heb zoveel voorkeurstemmen. Als ik er nu niet in ga zitten, dan laat ik die mensen eigenlijk in de steek. Dan heeft Frans Timmermans gelijk een heel groot probleem. Dus ik denk dat nu nog niet is uitgespeeld. En dat dat nog steeds als een donkere wolk nu boven de Partij van de Arbeid en GroenLinks hangt. Zeker bij de eco-uitslag. Want ik had eigenlijk, mijn conclusie na dat congres was, de gematigden hebben gewonnen. Hè? Want er was inderdaad wat boegeroep en zo vanuit die zaal. En er was bijvoorbeeld ook, er kwam dan zo'n meisje die dan die 30 seconden gebruikte om in te spreken over, weet ik veel, het minimumloon of zo. Maar die had dan wel zo'n Arafat-sjaal om en die riep dan ook Free Palestine, terwijl het daar helemaal niet over ging. Dus er zaten wel van dat soort geluiden in de zaal. Ja, maar uiteindelijk. Ze mochten geen politieke uitingen doen. Dus er was van tevoren volgens mij ook gezegd dat dat soort kleding niet echt geapprecieerd werd. Omdat dat werd gezien als uiting van een politiek standpunt. En dat was niet de bedoeling op het congres. Nee, die kleding van die Ineke van Gent was veel erger. Maar uiteindelijk is die motie, die hele zeg maar gematigde motie over Israël en de Palestijnen, is door 96% van het congres aangenomen. Ja, dus mijn conclusie was, de gematigden hebben gewonnen. Ja, dat snap ik. En dat is ook zo. Gisteren hebben de gematigden gewonnen op het congres. Maar vervolgens is er een prominent lid van de partij die op de lijst stond op nummer 17, dus een verkiesbare plek, heeft gezegd, ik stop ermee. En omdat die persoon al op de kieslijst staat en er niet van afgehaald kan worden, is dat potentieel een politiek heel groot probleem. En als Kautar besluit toch die pin uit die hand gaan laten trekken op enig moment, voortschrijdend inzicht krijgt of omdat ze heel erg onder druk wordt gezet of gemotiveerd door anderen, ja, dan zou het zomaar kunnen dat voor Frans Timmermans zo'n nog een gigantisch probleem wordt. En ik had bij de vorige verkiezingen al het idee dat het een kapitale fout van GroenLinks was om haar binnen te halen. Zij was al de potentiële denk, zeg maar, wat de denkmannen toen bij de Partij van de Arbeid waren. Hè, die uiteindelijk op een veel te radicale koers zaten en zich toen afgesplitst hebben. Dat was bij deze mevrouw natuurlijk ook al met die moslimbroeder achtergrond die even weggepoetst moest worden en gaan ze maar door. Dus dat is. Maar die hebben ze niet hersteld. Ze hebben haar toch weer op de kieslijst gezet. En zij vertegenwoordigt wel een achterban. Zij heeft wel, er is wel een grote groep mensen, met name binnen GroenLinks,
die haar juist als een held ziet. En daar zullen ze ook rekening mee hebben gehouden. En dat zal ook die hoge plaats, relatief hoge plaats verklaren. Hoe heeft Frans Timmermans het gedaan op het congres zelf? Hoe keek jij naar zijn optreden daar? Ik dacht eerst wat goed toen ik hem bezig zag. En ik dacht ook van, dit is een man waar wel rekening mee moet worden in de campagne. Hij heeft zoveel ervaring en hij is zo behendig en slim. En hij laveert ook zo behendig langs de politieke ijsrotsen. Er staat echt iemand. Ik dacht ook, wat knap eigenlijk. Hij doet het helemaal uit zijn hoofd. Hij staat dat dacht jij, hè? Zonder enige fouten en fantastische mooie zinnen sprak hij uit. En ik had het idee dat hij dat uit zijn hoofd deed. Want hij had wel een papiertje voor zich liggen. Maar hij keek niet op dat papiertje. En tot ik doorkreeg dat hij eigenlijk naar een soort tenniswedstrijd zat te kijken. Namelijk, hij deed dit en hij deed dat. Dus hij zei, wij gaan voor meer woningen voor mensen. En wij willen een beter klimaat. En waarom was dat? Omdat er natuurlijk voor hem op de grond twee monitoren stonden met de tekst geprojecteerd. Dus hij las het voor. Ja. En waarschijnlijk stond er iedere keer bij, nu je hoofd draaien. Dus hij draaide iedere keer na een alinea of een zin zijn hoofd. En hij keek een beetje schuin naar beneden. Dus hij keek de mensen in de zaal ook niet aan. En dat begon mij op een gegeven moment enorm te irriteren. Dus het hoofd wat de hele tijd heen en weer ging, dat leidde me ook enorm af van de boodschap. Uiteindelijk werkte dat weer tegen hem. Vond ik dat jammer. En zeker omdat voor Frans Timmermans zagen we Esma Lala, de nummer 2 op de lijst van de Partij van de Arbeid, een wethouder uit Tilburg volgens mij. Ja. Die hield daar een heel goed verhaal, vond ik. Uit de praktijk, uit haar eigen praktijk, met voorbeelden. Heel overtuigend. En ik dacht, daar staat echt iemand. Vind je haar een nieuwe politieke ster? Nou ja, dat is nog te vroeg om te zeggen, maar ik vond het wel heel erg interessant. Ja, ik vond haar wel authentiek overkomen. Want zij las het ook gewoon voor, hè? Zij had ook allemaal kaartjes met haar teksten erop. Ja, maar het was wel een persoonlijker verhaal. Zij vertelde gewoon, ik heb dit geregeld in Tilburg, we hebben dat gedaan. We kwamen dat probleem tegen. En ik vond dat ze het ook op een hele goede manier uitsprak allemaal. Dat kwam heel geloofwaardig over. En bij Frans Timmermans is het toch natuurlijk allemaal wat theatraler. En ja, dus je kon je zo voorstellen dat op die monitor voor hem stond nu wat harder praten of nu je hand omhoog. Ja. En dat hij dat dan ook allemaal deed. Maar dat vooral, hè, dan hoorde je, dan ging dat volume omhoog. Dan denk je, dit is zo ingestudeerd. En aan het begin, ik had al voor mezelf opgeschreven, gaat het 5 of 10 seconden duren voordat hij over Bruce Springsteen begint? Kijk, voor mij is dat heel pijnlijk als Bruce Springsteen fan, dat Frans Timmermans ook Bruce Springsteen fan is. Dat je denkt, hoe kan het dat ik met hem samen altijd in dezelfde ruimte dan ben? Ja, want even voor alle duidelijkheid, het was in Ahoy. Hè, een heel Ahoy. Vol met de Partij van de Arbeid en GroenLinks-leden. En hij zei, ik ben hier in 1981 of zo, of de 82 ook geweest. En waarom was ik hier toen? Nou, voor het concert van Bruce Springsteen. Ik was even bang dat hij ging zingen, net als Caroline. En met Follow Your Heart, volgens mij. En dat leidde meteen tot applaus natuurlijk. Dus in die zin deed hij het weer heel goed. Omdat namelijk de mensen daar in de zaal, of in Ahoy, die aten uit zijn hand. Die vonden het fantastisch. Er was inderdaad een soort enthousiasme en opwinding die we lange tijd niet zien bij GroenLinks of Partij van de Arbeid. Nou, misschien bij GroenLinks nog wel, maar bij de Partij van de Arbeid zeker niet. Nee. En het kwam wel over als een gerevitaliseerde partij. Dus dat heeft hij wel voor elkaar gekregen. De mensen staan achter hem. Ja. En in dat opzicht was het denk ik wel een succes. Maar ik had wel, af en toe hoorde ik hem dingen zeggen waar ik het mee eens was. En dat vond ik ook, dat waren ook goede zinnen. Hij zei bijvoorbeeld, een jongen van 17 die met een flitsbezorg rugzak op zijn rug rijdt, is geen ondernemer. Dat is gewoon iemand die verdient een contract en verzekering. En toen dacht ik, dat vind ik ook. Daar hoef je niet rechts voor te zijn of links voor te zijn om dat te vinden. Dat vinden rechtse mensen, fatsoenlijk rechtse mensen vinden dat ook. Zo zaten er wel een paar dingen in dat ik dacht, ik ben het met Frans Timmermans eens. Ik schrok er een beetje van. Maar toen ging hij helemaal in de pathos overdrive. Dat ging dan weer over Israël en Gaza. En dan zei hij, er sterven kinderen. En dat herhaalde hij 2 of 3 keer. En dan denk ik, maar weet je, in een oorlog gaan altijd onschuldige mensen dood. En toen kreeg ik echt helemaal die rillingen van hoe die toen met MH17 bij Jeroen Pauw aan tafel, met die mondkapjes, weet je wel, dat hij ook helemaal die uitglijer daar heeft gemaakt. En dan denk ik, je gaat weer helemaal op de pathetische tour. Ja, maar toen als je wel, het congres bespreekt, moet je natuurlijk wel een bepaalde emoties in over te brengen. Dat, zeg maar, maar over stervende kinderen, Tom. Ik vond het weer zo
Zo goedkoop effectbejag. Ik denk, hè, dat is wel de realiteit waar we op dit moment naar zitten te kijken. Dat er gewoon dagelijks kinderen, maar niet alleen kinderen. Ja, maar dat vindt iedereen erg. Nee, klopt wel. Maar het is ook belangrijk dat een leider daarbij zichtbaar emoties toont. Of die emoties overbrengt naar zo'n zaal. Dus ik vind dat... ik vind dat logisch dat hij dat zo doet. En nogmaals, volgens mij was het ook succes, want in de partij was iedereen heel enthousiast. Nou, wat vooral belangrijk is wat jij zegt, want dat enthousiasme is er wel bij GroenLinks geweest, hè, toen de meet-ups nog waren met de Yesias. Maar bij de Partij van de Arbeid zijn ze meestal alleen maar aan het backstabben en is het allemaal grimmig. En daar kennen ze helemaal waarschijnlijk zo'n uitgelaten sfeer niet. Dus dat is misschien wel echt even een kantelpuntje dan. Nee, en het beeld wat is neergezet van een vol Ahoy. Ja, enorm veel mensen, duizenden mensen, tienduizenden mensen zaten daar. Ja. Dat is wel van een levende partij. En dat zien we niet zo heel veel. We zien vaak bijeenkomsten van politieke partijen in kleine zaaltjes met 20, 30 mensen van boven de 70. Ja. Niet oneerbiedig bedoeld, maar wel een feit. En nu zag je een levende partij met heel veel leden die zich bemoeiden met van alles en nog wat, die enthousiast waren over hun leider. En ze zijn wel ingeslaagd om dat beeld neer te zetten. Dus ja. Frans Timmermans is vanaf gisteren wel een factor in het Nederlandse landschap en in de komende campagne. Jij ziet hem premier worden? Nou, ik zie hem wel als een hele sterk kandidaat. Maar dat hangt een beetje vanaf hoe de ontwikkelingen zijn de komende tijd. Maar als er meer onzekerheid komt, dan zullen veel mensen denken van ja, wie is nou degene die het meeste ervaring heeft om dit land door die moeilijke tijd heen te leiden? En dan zullen ze misschien bij Frans Timmermans uitkomen. Dus het gaat zometeen tussen Jusilgus, NSC van Omtzigt en Timmermans. Nou ja, en stel dat er dan toch een crisissfeer in de wereld is, de wereld staat in brand, het conflict in Israël breidt zich uit. Ja, wie wil je dan dat aan het roer zit? En dan denk je toch misschien van, ja, misschien moeten we iemand hebben die wat meer ervaring heeft internationaal, die met regeringsleiders verkeert en die dat ook weet hoe dat moet. En dan zou het zomaar kunnen dat hij de grootste wordt. Dus als hij het heel goed doet, en hij is super slim, hij weet veel, zijn dossierkennis is goed. Er is ook een grote groep mensen die zich aan hem ergert vanwege zijn presentatie en hoe hij zich gedraagt. Maar ik denk dat hij een sterke speler is en dat zeg maar die plek die hij nu in de peiling heeft, de derde plek, ja, dat is het sentiment op dit moment, maar dat zegt niks over hoe hij dat gaat omkeren tijdens de campagne. Kan ook de andere kant op hoor, maar het ligt open. Nou hebben ze ook op het congres hun nieuwe tv-spot gelanceerd. Daar gaan we even over praten met Aart Lensink, die voor ons de reclamecampagnes gaat duiden van de politieke partijen. Aart, die ken ik al, volgens mij al heel lang. Volgens mij ben jij ook journalist geweest, Aart, klopt toch? Ja, in mijn jonge jaren vooral en heel af en toe loop ik nog bij mediabedrijven binnen om... Ja, her en der een beetje mee te denken, mee te helpen. Maar ik ben financieel journalist van huis uit. En toen heb je een communicatiebureau opgericht. Marketing, content en communicatiebureau. Ja. Ja. LVB, dat heb je volgens mij inmiddels verkocht, maar je werkte nog wel. Ja, ik heb het verkocht aan een veel groter bedrijf, IO heet dat. En dat zit in 8 landen. En daar is ons bedrijf van opgegaan. En daar ben ik nu gewoon een van de baasjes. Managing Director heet dat, ja. Waarschijnlijk omdat moet je een paar jaar blijven om zeg maar... Ik heb dan geen earn-out regeling, maar wel een inspanningsverplichting heet dat dan. Maar ik doe dat met plezier. Ik doe Campus Utrecht heet dat. En daar zitten we met zo'n 150 mensen. Heel veel technologie en heel veel marketing en content. Ja, en dus aardig, er zitten ook reclame mensen. Voor mij ben jij de man die je belt als je een reclamecampagne wilt, maar vooral goed advies erbij. Wij hebben wel eens half illegaal samengewerkt aan allerlei campagnes van doelen die wij als activisten dan weer belangrijk vonden. Zeker. Even voor de volledigheid, werk jij op dit moment voor een politieke partij of heb jij voor politieke partijen gewerkt? Nee, ik heb wel dingen gedaan voor politieke partijen. Vooral iets meer ter rechterzijde, dus wat meer VVD in het verleden. Maar dat is niet op Haags niveau en dergelijke, maar wel lokaal niveau. Ja. En voor de rest, ik sympathiseer uiteraard wel met partijen, maar ik zal me daar niet vanuit een bureau ooit mee inlaten. Dat ligt zo gevoelig. En ik heb wel altijd heel veel ideeën erover. Alleen een collega van me, Mark Oosterhout van voorheen NS5, die heeft heel lang de PvdA geadviseerd. Ja, zelf zou ik dat niet snel doen, dat ik me adviseer vanuit een bureau. Er zijn zoveel mensen, zoveel meningen op de werkvloer, dat ligt te gevoelig. Ik zou dat niet snel doen. En jij bent zelf ook geen actief lid van een politieke partij? Nee, zeker niet. Ik ben gewoon een liberaal en ik zoek per keer een beetje wat daarbij past. Ja. Een zwever. Zeker. Voordat we even naar dat sportje gaan van de Partij van de Arbeid, want die heb jij voor ons bekeken. Misschien eerst even wat breder de vraag, heeft reclame maken überhaupt zin voor een politieke partij?
Nee, het eerlijke antwoord is eigenlijk niet. Dus het is een moetje. Je doet het erbij omdat je denkt dat je een sportje moet hebben. Maar er zijn in de afgelopen 50 jaar eigenlijk geen noemenswaardige voorbeelden waarin een reclamespot impact heeft gehad op het verkiezingsresultaat. Dus in die zin heeft het niet zoveel zin. Weet je dat? Kan je dat meten of zo? Nou ja, dat is, weet je, dat wordt natuurlijk niet onderzocht. Alleen het feit dat tijdens de oprichting van D66 Hans van Mierlo een beroemd spotje had, dat hij mijmerend over de grachten loopt. Dat was een spotje van FHV, een bureau destijds, wat heel goed was, heel capabel. En die hadden daar ook echt een visie bij. Het was een mooi filmpje, dat is bewaard gebleven als het ware. En dat is het wel een beetje. In het buitenland heb je wel spotjes die impact maken. Daar wordt ook wat meer liefde, denk ik, ingelegd. Maar in Nederland zijn spotjes vaak, ze zijn budgetair. Er is geen geld voor, laat ik het zo zeggen. D66 had dus wat meer geld, maar die hebben dat volgens mij vooral gestoken in mediabereik, niet in het maken van iets. Maar het is vaak wat, het zijn meer opgelezen verkiezingsprogramma's of filmpjes van de grote baas van het moment, politiek leider, die nog eens even teruggaat naar de plekken die belangrijk waren. En ja, dat wordt dan wat matig gemonteerd. Maar het heeft gewoon niet zoveel zin. De mening over een politieke partij wordt gevormd door de uitspraak in de Kamer, door framing, door mannetjesmakers. Ja, dat heeft impact. Zo zie je Frans Timmermans niet in dat sportje. Kan jij je een campagne herinneren, Ton, waarvan je denkt, hey, die heeft mij aan het twijfelen gebracht ooit? Nee, eerlijk gezegd niet. Ik kan me wel dat filmpje van Hans van Mierlo heel goed herinneren. Het regent op de gracht. We moeten nu echt iets gaan veranderen in Nederland. En dan zag je Hans van Mierlo zo in zijn witte regenjas over de gracht gaan. Dat is inderdaad een heel beroemd filmpje. En het punt is een beetje met zo'n campagne. Alles heeft zijn rol in de communicatie van een politieke partij van gedachtegoed. En zo'n spotje moet dus aanvullend zijn op wat je bij Buitenhof ziet, bij Op1, in de krant. Daar stop je de inhoud in. En dat is een spel van framing en headline scoren en dat soort dingen. Ja, dat is 99% van hoe je gezien wordt. Dus dat spotje, als je al iets doet, moet het aanvullend zijn. En de fout die ze maken vaak, wat mij betreft, is dat ze in het spotje proberen dat verkiezingsprogramma te stoppen. Maar het heeft vooral te maken met het feit dat het ook een sluitpost is. Hè? Er worden geen enorme bedragen ingestoken, creatieve bureaus voor ingehuurd, om daar jaren over na te denken hoe zo'n campagne eruit moet zien. Het is nogal amateuristisch over het algemeen in Nederland. Ik denk dat kiezers die filmpjes zien en dan meer denken van, oh ja, die partij, dat is mijn partij of zo. Maar dat ze niet door zich overtuigd worden. Dus dat leidt niet tot verschuiving inderdaad. Maar ik hoor jullie allebei de SP niet noemen. Ik heb juist, als ik aan reclame denk ik heel erg aan de SP. Ja. Hoor ik Bob Fosco, hè? Hij is ons inmiddels ontvallen. Maar, en dan zie ik die tomaat. Dat is natuurlijk heel lang een heel krachtig beeld geweest. Klopt. En zij hebben het andersom ook waarschijnlijk verkloot met die laatste Europese. Met die Frans Timmermans film, ja. Ja, daar hebben ze waarschijnlijk ook gewoon echt zetels op verloren. Dus je kunt het wel heel fout doen. Klopt, je loopt ook een risico door iets heel uitgesprokens te doen. Ik kijk als in reclametaal, die tomaat, dat is een goede brand asset. Die komt nog uit de koker van, volgens mij, Nico Kofferman. Dat is een hartstikke leuk beeld geweest. Dat waren de opgaande jaren van 1 naar 2, naar 4, naar 8, naar 16 zetels. Toen hebben ze echt leuke dingen gedaan met Bob Fosco. Ook met van die gepersonaliseerde filmpjes. Dus de rol van social media toen die opkwamen, die hebben zij toen goed gepakt. Maar dat is ook een beetje opgedroogd. Maar die deden dat wel goed. Alleen, het is ook nog heel moeilijk met dat type filmpje op te boksen tegen al de memes, alle flauwigheden op social media. Die zijn vaak heel krachtig, die gaan rond. En dan moet je met een professioneel filmpje de creativiteit van de massa overtreffen. Dat valt ook niet mee. Dus het is ook een beetje ondankbaar werk. En ik heb net een blogje geschreven over die PvdA-commercial, GroenLinks PvdA. Je voelt gewoon aan die voice-over die een beetje wordt uitgesproken in de tone of voice van ASR. Hè? Dit is de tijd van doen. Dat is zo'n beetje spoken word-achtig. Ja. Maar die tekst, dat is gewoon dat door 40 comité's gegaan. En er blijft niks van over. Dus dat is zieloos. Ik laat hem even horen. Dan hebben onze kijkers ook eventjes die spot voor ogen. Alle vooruitgang begint met samenwerking. Als genoeg mensen zich aansluiten, kan er iets gaan bewegen. Die tijd is aangebroken. Samen kunnen we kiezen voor een land op 100% schone energie, waar openbaar vervoer goedkoop is en overal dichtbij. Een land met genoeg betaalbare huizen, waar je kunt rondkomen van het werk dat je doet, wat je ook doet. Een land waarin zorg en onderwijs niet worden overgelaten aan marktwerking.
waarin we elkaars verschillen omarmen en opstaan tegen racisme. We kunnen kiezen voor een land waarin we niet werken voor de hoogste winsten, maar voor het welzijn van mens en natuur. De plannen liggen klaar. Tijd om het te gaan doen. En hoe meer mensen zich aansluiten, hoe eerder het kan. Stem 22 november. GroenLinks PvdA. Puur vakmatig is dit precies wat je niet moet doen als je een commercial maakt. Een commercial moet puntig zijn, knap, ontroerend zijn. Het moet je raken en dat betekent 9 van de 10 keer, je moet ergens voor kiezen. En dat is, dat kan muziek zijn, dat kan iets persoonlijks zijn, maar je moet een keuze maken. Hier maken ze geen keuzes. Ze sommen waarschijnlijk een volgorde van prioriteiten uit het programma op. Je gaat van energie naar onderwijs en marktwerking, et cetera. Je somt op wat je belangrijk vindt. Nou, dat doet Volt overigens ook in zijn commercial. Maar dat ettert eigenlijk een minuut door met, zoals dat tegenwoordig hoort, de tekst loopt mee met de voice-over. En dan een wat voordeliger animatiepakket eronder, ja, waardoor elke persoonlijkheid weg is. Ja, ik zou dit hebben afgekeurd, maar ik denk te weten hoe zo'n proces gaat. En dan denk je, ja, je hebt alleen maar medelijden met mensen die dit hebben moeten maken. Ja. Was jij erdoor geraakt, Ton, of niet? Nee, totaal niet. En dat is omdat, wat Aart al zegt, is een soort tekenfilmpje, een animatie met tekst eronder. Ik denk dat, zeker als het over politiek gaat, zou ik altijd adviseren, laat echte mensen zien. Want daar kan je wel door geraakt worden in ieder geval. Maar door zo'n tekenfilm, zo'n animatie, is dat heel erg moeilijk. Ik dacht overigens eerst even, ik zat zo te luisteren van, hè, heeft Jesse Klaver hem nou ingesproken? Die stem deed me een beetje aan Jesse Klaver denken in eerste instantie. Die associatie had ik niet meteen hoor. Ik dacht meer, ze hebben echt wel een beetje gekeken naar, en misschien is dat beroepsdeformatie, naar ASR. Dat is best wel een goede campagne geweest. Door ook de kracht van herhaling. Daar zat ook een artiest achter die die tekst een beetje voorlas. Die moest ook een jongere doelgroep gaan bereiken. Dus op zich het trucje met een beetje dat spoken word gevoel, dat kan goed werken. Maar dan moet je een bepaalde inhoud hebben, een bepaald ritme. En dat pakt je valikant verkeerd uit. Ja, want er zit ook zo'n zinnetje met sluit je aan. Dan denk ik, zit ik nou naar, het is gewoon een energiebedrijf of zo, weet je wel. KPN had ook een campagne. Is het, die generieke, dat is een geniale copywriter, Jaap Torenaar. Die heeft ooit een prachtig boek geschreven over copywriting. Die heeft ook een beter milieu, begint bij jezelf, het Zwitserse levengevoel. Die zat bij heel veel dat soort campagnes. Je hebt originele woorden nodig die memorabel zijn. Ik zeg nog zo, geen bommetje. Je bent een rund als je met vuur. Dat zijn dingen die je kunt onthouden. Maar samen, verbinden, genieten, groots. Het is niks. Geen enkele politieke partij durft toch echt iets. Nou, misschien de Partij voor de Dieren of zo. Maar verder is het allemaal samen en verbinding. Een fatsoenlijk land. Hè? Daar zitten ze bij het CDA natuurlijk weer heel erg op. Ja, in het midden. Niemand durft volgens mij echt dat hele uitgesprokene op te zetten. En wat Ton net zegt, hè, die persoonlijkheid erin stoppen. George Bush had in 88, dat heb ik nog even gezocht, die had een commercial, daar kleefde een beetje aan, dat was een beroepspoliticus. En die hebben ze toen een hele mooie ontroerende, zoals Amerikanen dat kunnen, spot gemaakt, waarin zijn vrouw, zijn omgeving, vertelde dat Bush een mensenmens is, met misschien wel 1000 vrienden die echt van hem houden. En hij houdt van kinderen. En nou, dat hebben ze heel ontroerend in beeld gebracht, waardoor hij in één keer uit de zone kwam van beroepspoliticus, politicus, naar een vader des vaderlands. Ja. Dus daar heeft de commercial geholpen. Maar ja, dat was vakwerk, dat kun je teruggoogelen. Heel erg mooi gemaakt. Ja, dat had ook gekund met Timmermans. Alleen bij Timmermans heb ik de afgelopen dagen gezien. Ja, dan loopt hij weer door Heerlen. Als je het doet, doe het dan goed. Wat doet hij fout? Nou, wat hij fout doet, iedereen ziet dat het niet zo oprecht is. En als het onoprecht is, kun je nog steeds, hè, dat is een vak van storytellers of wat dan ook, van filmmakers, dan maak je er wat van. Maar ja, als hij daar gewoon voor het huis van zijn ouders gaat staan en je voelt aan alles dat hij uit is op een rondje macht. Ja, dat laat hem dan ook met mensen ontmoeting arrangeren, dat er iets van warmte ontstaat. Ja. Dus ja, dat moet je het goed filmen, de goede muziek eronder. Dan kan het wat worden, maar ja, dit was een sprintje trekken door je geboortestreek en dan weer op naar de volgende lunch met je matties van het grote geld. Dat hangt een beetje nu aan Frans Timmermans. Ja. En hij doet het wel goed. Hij staat nu wel aan het afpellen, het congres, begreep ik ook van Ton. Dat was best goed gisteren.
Ik zou dat spotje er offline halen. Ja, niemand ziet het ook hoor. Het gaat er verder niet om. Maar gewoon volle bak op Frans. En, het probleem is ook dat het spotje eigenlijk niks doet voor de boodschap. Dus die boodschap wordt helemaal niet geladen door wat je ziet. Nee. Kijk, als je nou wil, zeg maar de boodschap wil laden van samen kan het. We kunnen het samen doen. Dan zou het veel meer voor de hand liggend zijn dat je Frans Timmermans ziet met een ouder van de toeslagenaffaire. Terwijl hij een arm erheen legt of zo, hè, in een gesprek. En dan zeg je als het slot, samen kan het. Of een politieagent die een inbreker aanhoudt, en samen kan het. Maar dat soort boodschappen die zijn natuurlijk veel sterker dan dit filmpje. Wat inderdaad een soort inkorting is van het verkiezingsprogramma. En dan gevisualiseerd met tekeningetjes. Nee, jij bent een tv-maker natuurlijk van huis uit. Je weet ook, hè, show don't tell. Je wil beeld zien. Dus dit was de spot is eigenlijk de briefing. En dat zie je vaker bij die filmpjes. Ja, er moet in dat wij energie belangrijk vinden. Dat we dit. Ja, vervolgens moet je een maker eraan zetten om dat verhaal te vertellen. Niet om de briefing voor te lezen. Exageer het even, maar dat is het wel geworden. Het is gewoon de briefing wordt voorgelezen. Ja. En ja, geen emoties erbij. Dus ja, ik... op rapport een 3 of een 4. Ik vind het echt heel matig. En dat is jammer, want het is... Uit 10, hè? Een 3 uit 10, niet een 3 uit 5. Nee, ik kom nog uit de wereld van dat we tot 10 tellen. En ja, de review-wereld zou het een 2 zijn. Een 1 en 2, maar... Ja, dat zou een heel matig en hostel zijn bij Booking. Ja. Nou, dankjewel Aart voor jouw ook gratis advies aan de Partij van de Arbeid. Ongetwijfeld komt het aan. We spreken jou volgende week weer. Dankjewel. Alright. Succesvolle uitzending. Dag. Nou heb ik Buitenhof zelf niet gezien, Ton. Want ik kon mezelf niet nog meer Timmermans aandoen. Heb ik nog iets gemist daar? Nou ja, daar had hij ook een, zeg maar een goed en afgewogen optreden van enerzijds, anderzijds. En dat is ook een beetje de positie die hij wel moet innemen nu om de Partij van de Arbeid en GroenLinks bij elkaar te houden. Maar wat mij opviel was dat het vooral ging, zijn commentaar ging vooral over hoe het conflict moest worden opgelost daar. Maar het ging niet over een Nederlandse lijsttrekker die ook signaleert van hey, wat is er in ons land aan de gang en wat is mijn antwoord daarop? En dat die clash die er gaande is, ook in Nederland, van mensen die aan de ene kant zeggen, ja, de Palestijnen die worden daar geslachtofferd. En aan de andere kant de mensen die daar totaal niet over willen praten en zeggen van, nee, Hamas heeft iets verschrikkelijks gedaan en daarna hoef je het nergens meer over te hebben. Daar moet ook een antwoord op komen. En het lijkt mij dat Timmermans daar nog meer voor gevraagd wordt dan voor het oplossen van het internationale probleem. Hij wil leider worden van Nederland. Maar werd hem die vraag ook gesteld in Buitenhof of niet? Werd niet gesteld, maar hij uitte dat dus ook niet uit zichzelf. En dat vond ik jammer, want ik zag ik denk, daar zit een Nederlandse lijsttrekker. En ik als Nederlands burger worstel wel met bepaalde problemen. Ik zie dat mensen de straat op gaan in Nederland om te vieren dat Hamas aanslagen pleegt in Israël. Ik zie dat burgemeesters Israëlische vlaggen niet durven op te hangen. En dan wil ik daar van een Nederlandse politicus wel een antwoord op, van een analyse. En ik heb het idee dat... dat ons probleem op dit moment is dat wij eigenlijk geen ideologie hebben die hier een goed antwoord op kan geven. Onze ideologie in het Westen en in Nederland is toch vooral de individualiteit. Je mag zijn wie je bent. We zagen van de week ook bij Defensie, terwijl dus meisjes en jongens uit de hele wereld terugvliegen naar Israël, rollen ze bij Defensie in Nederland de regenboogloper uit en zie je een plaatje van een militair in uniform met make-up op. Een mannelijke militair. Van mij mag het. Maar het is wel een wereld van verschil. En wij zijn dus vooral bezig op dit moment met onze individuele identiteit. En dat is het thema waar alles omheen beweegt. En dat is eigenlijk onze ideologie. Iedereen moet zich individueel kunnen uiten. Ja. En het gaat zover dat wij de afgelopen jaren ook het heel normaal hebben gevonden dat mensen die misschien hele afwijkende standpunten innemen ten aanzien van de basiswaarden die we hebben, dat wij dat ook als een soort individuele uiting zijn gaan zien. En wij zijn dus niet meer in staat om te zeggen vanuit onze ideologie van nee, hier gebeurt iets en daar trekken wij een grens. Zoals ze in Israël hebben gezegd, hier gebeurt iets, hier trekken wij een grens. Als je terugkijkt bijvoorbeeld naar de Tweede Wereldoorlog, daar hebben wij als Nederland gevochten tegen de Duitsers met alle geallieerden bij elkaar. Mijn grootvader heeft daaraan meegedaan. En daar was toen een duidelijke ideologie. En toen hebben ze ook steden gebombardeerd. Hè? Dus er was een duidelijke keuze. We staan aan deze kant van de streep en we doen what it takes om te zorgen dat de andere kant dit gevecht niet gaat winnen. En het lijkt wel of je op dit moment dus niet meer mag zeggen van nee, wij willen dit gevecht winnen, want er staat iets op het spel, onze vrijheid, onze waarden. Nee, het gaat erom, we moeten vooral zorgen dat de andere partij
niet boos wordt en dat we met elkaar in gesprek blijven. En met de andere partij bedoel je gewoon radicale moslims in Nederland? Ja, bijvoorbeeld, ja. En dat was het verhaal van Timmermans. We moesten vooral met elkaar in dialoog blijven. En Nederlanders waren het eigenlijk heel erg met elkaar eens. Maar dat is dus op een fundamenteel punt niet zo. We hebben te maken met een ideologie die tegenover onze vrijheidsideologie staat. En dat is namelijk de ideologie van het nihilisme, van de dood. Die mensen willen de wereld overheersen. En die willen helemaal verder niks, behalve ons overheersen. En die willen eigenlijk dat alle mensen die anders over denken, dat die onder de grond worden gestopt. Maar vind jij dan dat die Buitenhof-presentator, ik weet niet wie het was vandaag, had die moeten zeggen, meneer Timmermans, Abu Talib is een partijgenoot van u. Wat vindt u er nou van dat hij niet vierkant achter Israël gaat staan? Nou ja, ik zeg niet dat zij dat moeten doen, maar als ik had gezeten, had ik dat wel gevraagd, ja. Ja. Dus ik vind dat namelijk, kijk, je kan Timmermans natuurlijk het grote verhaal laten vertellen van hoe het internationale probleem moet worden opgelost. Maar we moeten wel vaststellen dat er de afgelopen 100 jaar niemand daarin geslaagd is. Nee. Dus misschien ook Timmermans niet. Maar ik wil graag van Timmermans weten hoe hij ziet dat wij in Nederland kunnen samenleven met mensen die zo fundamenteel anders denken over onze kernwaarden, maar wel onze vrijheid van meningsuiting gebruiken om zich te uiten. En dat wij dus niet meer durven om een Israëlische vlag op te hangen uit angst voor de represailles uit die groep. En dat Joodse scholen gesloten worden in Nederland, omdat we bang zijn dat er anders iets verkeerd gaat. Dus met andere woorden, de mensen die zeg maar aangevallen worden, moeten zich nu terugtrekken en verdedigen. En de leiders die staan niet op en zeggen, wij gaan er nu voor staan en hier trekken wij een grens. En als jij het niet eens bent met onze fundamentele kernwaarden van vrijheid of en noem maar op, Dan ga je misschien maar elders je heil zoeken. Maar dat wordt niet gezegd. Dus ja, dat vind ik. Waarom vraagt zo'n presentator dat niet? Nou ja, ik weet niet. Dat is speculatief. Ik weet het niet. Ik zou het wel willen weten. Is het ook niet, want ik zag bijvoorbeeld ook die verklaring van Pieter Omtzigt, die ook nog heel iets had van, nou ja, het conflict is nog helemaal niet overgeslagen naar Nederland, laten we het ook daar laten waar het nu is. Hè. Daar kwam het een beetje op neer. Letterlijk, het is geen Nederlands conflict. Het is geen Nederlands conflict. Ja. Hebben vooraanstaande politici ook niet de plicht om geen olie op het vuur te gooien en inderdaad ook gewoon nog even, bedoel, je moet het ook niet zelf het vuurtje aansteken natuurlijk. Nee, ik denk ook dat de afweging is die op dit moment gemaakt wordt. Dat iedereen denkt, we moeten even kijken waar dit heen gaat. En zolang we dat nog binnen de perken kunnen houden, kunnen we beter geen olie op het vuur gooien door er iets over te zeggen. Maar dat is ook wel een hele gevaarlijke strategie. Want dat is eigenlijk wat we de afgelopen 30, 40 jaar hebben gedaan. Want we hebben natuurlijk al vaker gezien dat er een enorme waardeclash in Nederland is. En iedere keer is dat maar een beetje met toegedekt. En nu zie je in Israël wat daarvan kan komen. En je ziet in Nederland dat mensen de straat op gaan en dat Joodse kinderen thuis zitten, terwijl Palestijnen op straat vieren dat Hamas een aanslag heeft gepleegd. En dat in Nederland, ja, dat kan je toch bijna niet voorstellen. En dan is het misschien toch tijd om te zeggen, jongens, ja, oké, er zitten risico's aan je uitspreken, maar we moeten ons hierover uitspreken. En dat bedoel ik met, we hebben eigenlijk geen ideologie meer, behalve de ideologie van het individu, waarin alles kan en iedereen met elkaar moet kunnen thee drinken. Ton, ik ken jou als een gematigd mens. Jij zit volgens mij niet aan de rechterkant van het politieke veld, of in ieder geval niet daar waar ik zit. En ik zit ook nog steeds keurig rechts. Maar jij maakt je volgens mij meer zorgen dan... Ik ken jou eigenlijk niet als heel zorgelijk op dit thema. Of heb ik dan niet goed opgelet? Nee, dat klopt. Nee, ik heb mij de afgelopen jaren... Ik ben een van de mensen geweest die zich herhaaldelijk natuurlijk heeft uitgesproken voor de dialoog. En daar ben ik nog steeds voor natuurlijk. Alleen ik begin me af te vragen op dit moment of velen en ook ikzelf niet toch een denkfout hebben gemaakt. Door te tolerant te zijn ten opzichte van mensen die eigenlijk onze kernwaarden ter discussie stellen. En dan zwem je in een fuik. Want uiteindelijk ben je dan zelf de persoon die of de groep die de consequenties daarvan ondervindt. En dat zien we nu een beetje gebeuren. Ik vind het doodeng dat er in Londen 50.000 mensen de straat op gaan en eigenlijk toch heel agressief protesteren en uitspraken doen over Joden. In Duitsland worden er op dit moment Davidsterren op huizen van Joden gezet. Ja, hoeveel is er nog nodig voordat we wakker worden en zien wat hier gebeurt? En we hebben gezegd ooit, ik dan niet, want ik ben na de oorlog geboren, maar zoals ik al zei, bijvoorbeeld mijn opa die heeft meegedaan aan het bevrijden van Nederland, daar heeft hij een hele hoge prijs voor betaald. En toen is er gezegd, nie wieder, hè, nooit meer dit. En het raakt mij heel erg dat dit nu gebeurt. En ik ben zeker niet blind voor de fouten van Israël of... En ik zie ook dat er heel veel onschuldige mensen op de Gaza nu het slachtoffer worden van de Israëlische aanpak.
En ik weet ook niet wat goed is. Ik ben blij dat ik geen generaal ben of premier die zulke beslissingen moet nemen. Maar ik maak me hele grote zorgen over die waardeclash die ook in Nederland plaatsvindt. En ik vind dat de politiek daar een antwoord op moet geven. En in mijn optiek zou het ook zo zijn dat, stel dat je na de verkiezingen bij elkaar gaat zitten, dat je dan niet zegt, jongens, we gaan nu eventjes standaard weer over kleine punten en komma's in een regeerakkoord zitten praten, maar we gaan eens beginnen met een waardeconferentie. Wat zijn de kernwaarden die wij in Nederland met elkaar huldigen? Op welke waarden kunnen wij elkaar vinden als potentiële regeringscoalitie? En vervolgens, als we die waarden hebben geformuleerd, zou nog mooi zijn als ze dat voor de verkiezingen deden, dan gaan we dat regeerakkoord toetsen aan die kernwaarden. En alle discussies die we voeren, die gaan we toetsen aan datgene wat we met elkaar hebben besloten. Dat zijn onze kernwaarden. En dan kan je ook veel makkelijker uitspraken doen over migratiebeleid, over andere zaken die nu heel gevoelig liggen. Want dan kan je zeggen, jongens, ja, past het wel of niet bij onze kernwaarden? En als maar jij zegt eigenlijk, ongeacht hoe het in Israël nu wel of niet verder uit de hand loopt, zou gewoon dit een belangrijk verkiezingsthema moeten zijn. Zouden debatten hier ook over moeten gaan? Absoluut. Van jongens, jij hebt die wake-up call nu gehad en misschien een heel aantal andere mensen ook door deze gebeurtenissen. Betekent het voor jou ook, je hoeft natuurlijk niet met ons te delen wat jij altijd hebt gestemd en wat je gaat stemmen, maar tenzij je dat wilt. Maar verandert jouw stemgedrag hierdoor? Dat weet ik nog niet. Ik ben een zwevende kiezer. Ik ga gewoon kijken de komende campagne wie er mij het meest aanspreekt, waarvan ik denk dat hij het beste nu degene is die het kan gaan doen, of de partij die het kan gaan doen. En in het algemeen kan ik wel zeggen dat ik iemand ben die zich in het midden beweegt, van iets midden links tot midden rechts. Maar ik ben niet op de flanken of zo. Hè, ja. Ik geloof ook echt wel in de dialoog. Alleen, je kunt heel lang praten, maar wat er nu gebeurt is niet goed te praten. En dat moet de politiek ook uitstralen. Mij stoort het enorm dat in Nederland mensen de straat op gaan om dat soort gruwelijkheden te vieren. Nou ja, laten wij die waardendiscussie proberen op de politieke agenda te krijgen, Ton. Ik bedoel, we willen ons niet groter maken dan we zijn, maar laten we ons ook niet kleiner maken dan we zijn. Misschien kunnen we enige invloed uitoefenen. Wie weet. En laten we ook heel duidelijk uitspreken dat wij op zoek zijn om in gesprek te gaan met al die partijen die hierbij betrokken zijn. Dus dat het niet zo is dat wij alleen maar bepaalde mensen aan het woord willen laten. Nee, ik heb Farid Azarkan uitgenodigd, of die bij ons in de podcast wil komen. Die heeft nog geen ja gezegd onder het mom van dat hij druk was, maar hij kan niet altijd druk zijn. En ik begrijp van Wouter de Winter dat hij altijd voor het Tweede Kamergebouw met zijn sigaretje staat. Dus dan ga ik daar anders gewoon naartoe en dan wacht ik hem op. Want het kan natuurlijk niet waar zijn dat ze niet met ons in gesprek zouden willen hierover. Wij zijn er dinsdag weer, Ton. Hopelijk dan met iemand waar we deze discussie eens even lekker aan kunnen zwengelen. En inderdaad wel in het licht van de verkiezingscampagne. Want daar gaat onze podcast over. Dwars door de campagne. Dit was editie 3. En we zijn er volgende week weer. Tot volgende week. Tot volgende week.